Deze die lust mensenbloed. In de mond zitten 300 tanden. Oh! It's time for action. Dit zijn Emma en Jurre. Samen geven zij zich over aan de natuur. Onder toezicht van bioloog Roy en dokter Addy worden zij gestoken, gebeten en geprikt. Nee! Zijn onze wilde dieren echt gevaarlijk of is de angst groter dan het gevaar? We komen erachter wanneer de wilde dieren steken en prikken. Welkom bij Steken en Prikken. Ja, vandaag wordt een van ons gestoken door... de medicinale bloedzuiger. Oeh, de zuiger der zuigers. Oeh. Ja, dat dachten wij. Eeuw, wat is dik. Kijk hoe lang ze zijn. Ik voel me helemaal jurre. Ik vind het helemaal niks. Ja, bloedzuigers zijn wel vies. Oké, waarom de bloedzuiger? Ja, waarom de bloedzuiger? We hebben meerdere soorten bloedzuigers in Nederland. Welke? De eendenbloedzuiger, de runderbloedzuiger, de paardenbloedzuiger. En de Hirudo medicinalis, de medicinale bloedzuiger. En waarom heb je deze bloedzuiger dan meegenomen? Nou, dit is de medicinale bloedzuiger, dus deze die lust mensenbloed. En het leek ons wel eens leuk om dat te testen bij jullie. Maar wat zijn dit voor beesten? Zijn het wormen of wat? Ja, goede vraag. Nou, als ik je nu laat zien wat er op de bovenkant van de rug van de bloedzuiger zichtbaar is, zie je dan die kleine streepjes. Alsof het allemaal kleine vakjes zijn die achter elkaar lang een wormachtig dier. Ja. Dan snap je misschien ook dat het familie is van de worm. Het zijn inderdaad allemaal blokjes die je zo tik, tik, tik. Daar zitten ook spiertjes in en daarmee kunnen ze dus elk streepje dikker of smaller maken. En daarmee kun je dus langer worden of weer kleiner worden. Maar wat is de voorkant? Nou, ze hebben aan beide kanten een zuignap. Wat? En ze kunnen aan beide kanten de zuignap gebruiken om te bewegen. Dus ze pakken dan zo'n zuignapje, dan gaan ze naar de overkant en dan trekken ze hun achterlijfje erbij. Oh, ja. En dat kunnen ze allebei de kanten op. Oh ja, je ziet echt dat ze zo voortbewegen. Ene zuignap, de andere gaat erbij. Als dan weer rups. Een zuignap. De bloedzuiger heeft dus twee uiteinden. Beide werken als zuignap. De ene werkt veel meer als voedselzoekplekje. Dus daar kan die mee eten en happen. En de andere is tegelijkertijd een zuignap en een anus. Dus dit zijn medicinale bloedzuigers, maar wat houdt dat precies in, medicinaal? Ja, medicinaal betekent dat je het gebruikt in de geneeskunde om mensen beter te maken als medicijn. De medicinale bloedzuiger die wordt gebruikt bij mensen waarbij de vaten niet zo heel goed werken. Dus als er een bloedpropje is bijvoorbeeld, of als het bloed niet heel goed doorstroomt, daar kan de medicinale bloedzuiger voor worden ingezet, zodat de doorstroming weer beter gaat. Wie van ons wordt zo leeggezogen door een bloedzuiger? Degene die gebeten en leeggezogen gaat worden door een medicinale bloedzuiger, dat is... Emma. Oh! Jeetje. Ja, Emma gaat lekker leeggezogen worden vandaag. Dat is hartstikke chill voor mij. Ja, smerig. Ja, ik vind het gewoon vies. Ik vind het gewoon niet fijn. Hoeveel bloed gaan ze straks van me drinken? Ja, nou, de bloedzuiger is er dus echt op gemaakt om heel veel te drinken. En als we hem nou heel lang zouden laten zitten, alle omstandigheden optimaal maken, dan kan een bloedzuiger tot 9 keer zijn eigen gewicht drinken. Oh. En dat zou er ongeveer zo uitzien. Wat? Al dit bloed? Maar past dat dan in één zo'n bloedzuiger? Ja. Hoe groot wordt hij dan? Wordt hij zo groot of zo? Nou, omgerekend zou het betekenen dat jullie ongeveer 500 liter melk drinken. Of 500 liter drinken. Dus 500 melkpakken zou ongeveer hetzelfde zijn als wat deze beestjes aan bloed kunnen drinken. Dit is zoveel. Ja. Dit is dus de medicinale bloedzuiger. De bloedzuiger wordt al eeuwenlang gebruikt in de geneeskunde. Vroeger kon je zelfs bloedzuigers bij de apotheek halen. Tegenwoordig worden ze vooral in het ziekenhuis gebruikt. De bloedzuiger is ook erg slijmerig. Dat lijkt heel vies, maar het slijm van de bloedzuiger heeft volgens sommige mensen een functie. Zij geloven dat het goed is voor je huid. Zou jij bloedzuigerslijm op je gezicht smeren? Maar hoe werkt het dat hij dat bloed zuigt? Maakt hij een gaatje of bijt hij? Of... Ja, hij heeft een rond mondje. En in de mond zitten 300 tanden. Wat? Ja, om zo snel mogelijk door de huid heen te kunnen en dus bloed te verzamelen. Met die tandjes spuit hij een beetje verdoving in je huid, dus je voelt dat eigenlijk niet. Dat is wel chill. De bloedzuiger wil natuurlijk zo lang mogelijk kunnen drinken, dus die doet echt zijn best om ervoor te zorgen dat jij
bijna niet merkt dat die bloedzuiger daar zit. En dan begint hij te drinken. Tenminste, dat denken we. En dat gaan jullie nog even testen. En wat doet hij dan met dat bloed? Dan zit dat in zijn lijf. Ja. En dan? Ja. Wat gaat hij daarmee doen dan? Dat verteert hij, daar eet hij van. Er zit ook best wel veel eiwitten in bloed. Dus je kunt het gewoon net zien als als eiwitten in een stukje biefstuk, zit er ook gewoon eiwitten in bloed. En wanneer stopt de bloedzuiger met drinken? Als je hem zijn gang laat gaan, dan kan hij echt tot anderhalf uur door blijven drinken. Meestal bepalen mensen dat ze hem er zelf af willen halen. En wat je dan kan doen, ze hebben een soort vacuüm tussen de huid en hun mond. En als je met je nagel voorzichtig aan de onderkant een beetje het mondje openhaalt, dan laat hij vanzelf los en dan kun je hem gewoon achterlaten. Alsof je een stofzuiger op een kleed doet. Een beetje zo, ja. Dat vacuümzuigen, dat moet je een beetje onderbreken. En een beetje voorzichtig, want als je heel erg gaat lopen knijpen er bijvoorbeeld in. Ja, hij is net aan het eten, dus als jij heel erg in je maag wordt vastgehouden, dan komt het er weer uit. Nee, joh. Hij heeft een bepaalde bacterie in zijn darmstelsel. En als je die in je huid krijgt, dan is het niet zo gezond. Dus je moet hem ook echt voorzichtig eraf halen? Ja, je moet echt met je nagel voorzichtig alleen het vacuüm verbreken. En niet te hard knijpen. Alright. Alright. It's time for action. Door naar het steekmoment, denk ik. Of prikmoment, bijmoment, zuigmoment. Zuigmoment. We hebben nog nooit een zuigmoment gehad. Bijt en zuig. Ja. Jinx. Oké, door naar het zuigmoment. Deze drinken dus gewoon je bloed. Echt het boze neefje van de regenworm. En ze hebben een bijbaantje in het ziekenhuis. Ja, ze maken mensen beter. Maar wel door 300 tanden in je huid te zetten. Ik ben zo benieuwd hoe dit voelt. Bij jou? Ja, tuurlijk. Roy, wat is plan du campagne? Ja, vrij simpel. Je legt je arm zo hier op de tafel neer. Ik pak een bloedzuiger, zet hem op je arm en dan wachten we tot hij begint te zuigen. En dan? Ja, dan wachten we ook totdat hij loslaat. En als dat echt heel lang duurt, dan kunnen we altijd nog eventjes zo het vacuüm onderbreken. Ach, daar gaan we. De medicinale bloedzuiger. Het moment is daar. De bak met bloedzuigers staat voor me op tafel en Roy zoekt een mooie bloedzuiger uit. Ach, wat een vieze beesten. En legt hem op mijn arm. Ha! Hi! En ik voel de zuignapjes op mijn huid gaan, zo. Ah, hey, wat doet hij nou? Hij kruipt een beetje rond en hij zuigt een beetje zo op mijn huid, maar hij doet eigenlijk nog niks. Yo, hoe voelt het? Dit voelt zo glibberig en slijmerig. Hij is aan het zoeken en aan het zoeken en hij is een beetje zo met zijn zuignapjes aan het tasten over mijn huid. En dan heeft hij een plekje gevonden en bijt hij. Auw! Voel je wat? Ja. Voel je dat? Ik voelde een steekje. Je ziet dat zijn kontje ook een andere vorm begint aan te nemen. Auw! 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 Ja, dit is het. Auw! Hij doet echt zo hak, 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 hak. En hij doet echt zijn best om zich goed vast te bijten in mijn huid. Wat voel je dan? Ja, ik voel allemaal kleine speldenprikjes. Dat zullen wel die 300 tanden zijn. Oh. Ik voel ze alle 300. Oh, dus niet helemaal pijnloos? Echt pijn, ja. Hij is ook echt helemaal plat gaan liggen. Ah. Zie je, zit zich helemaal schrap. Het voelt alsof je een prikkelarm krijgt. Ah, weet je wel, zo'n prikkeldraadarm. Prikkeldraad. Ah, het doet echt pijn. Ja, het kan soms een paar minuten zijn voordat de verdoving inwerkt. Nou, mag je wel opschieten, vriend. Het komt in vlagen. Soms voel ik niks en dan ineens voel ik weer een steek. Ik zie ook wel dat die boller aan het worden is in het midden. Wat een beest. Auw, kijk, nu komt hij gewoon nog een keer met die pijn. Oké, tijd voor de kijkersvraag. Omar vraagt, welk geluid denk je dat de bloedzuiger nu maakt? Oké, ja. Oh, dat was het geluid. Nou, goede vraag. Op een gegeven moment zit hij goed vast en begint hij met zuigen. Wow, zijn buik wordt voller, zie je dat? Ja, ik zie het ook echt. En dat is een heel raar gevoel. Het doet geen pijn, maar het kriebelt. Ja, volgens mij voelt het al wat minder ongemakkelijk dan in het begin. Ja, het is wel nu, voel ik, ik voel nu niks meer. De pijnstilling werkt, denk ik. Ik vergeet bijna dat hij er zit. Hij wordt steeds voller. Hij blijft maar groeien. Op een gegeven moment druipt er niet een druppel bloed van mijn arm, maar gewoon een hele smeer aan slijm. Dat slijm, jongen, dat druipt van mijn arm. Ja, je ziet dat hij slijm aan het produceren is. En dat komt omdat hij tijdens het drinken ook zo aan het bewegen is. En zijn spieren rekken dan uit. Hè. Dus om zijn huid te beschermen, hij droogt anders uit, produceert hij extra slijm. Hij zit er nu ongeveer een kwartiertje op en ik vind het wel genoeg geweest. Maar kijk nog heel even naar die
Die golf die hij maakt. Het is zo vet. Je ziet ook nu echt dat hij aan het drinken is. Ja, oké, we gaan hem eraf halen. Ik zit hier al een kwartier. Ja, nee, we gaan hem eraf halen. Maar was dit een beetje de full experience? Als je hem heel lang de tijd geeft, kan hij nog groter worden. Maar je ziet het verschil in grootte echt al heel goed. Dat dacht ik ook. Hij heeft genoeg bloed gedronken. Ja. Op het moment dat Roy hem eraf wil halen, ben ik toch weer een beetje bang. Roy zet zijn nagel eronder. Flap. Ik zie gewoon het mondje en de tanden zo uit mijn huid gaan. Oh. Wow. Kijk eens, dit is het verschil. Na een kwartier zuigen. Kijk nou, de een heeft bloed en de ander niet. En maar Em, je bloedt echt als een rund. Dokter Addy, ik denk dat het tijd is voor een serieuze behandeling. Zo. Nee, dat zeggen we ook niet vaak. Bloed! Ja, ik zie het. We gaan allereerst eventjes kijken wat de schade is. En dat doe ik door gewoon het weg te vegen. En kijken waar het vandaan komt. Oh, dan zie je. En je ziet echt gewoon het gat. Het is echt een soort werpster. Zo drie van die punten zo. En er komt ook bloed uit. Dus wat belangrijk is voor nu, dat we hem eerst even gaan spoelen. Voor het geval toch een beetje viezigheid of braaksel in is gekomen. Mag je arm even hier houden? Na de beet van een bloedzuiger kan een wondje een tijdje blijven nabloeden. Dat is heel logisch, want de bloedzuiger die doet er een stofje in, zodat het bloed blijft stromen. Dus wat je doet is goed spoelen, dan gelijk een beetje poetsen. En dan even goed lang afdrukken, zodat het bloeden stopt. Yeah. Hij gaat voor nu lekker strak. Kan je vingers nog bewegen? Ja. Goed zo. Oké, Emma, ik ben super benieuwd. Ja, ik ook. Op een schaal van 1 tot 10, hoeveel pijn deed de bloedzuiger op de pijnometer? 1 is een kusje en 10 is je arm eraf. Dan geef ik de medicinale bloedzuiger een 4. Oh, dat valt me dan nog wel mee. Ja, maar het waren dus wel heel veel 4 achter elkaar. Ik dacht dat het alleen in het begin zo tjak, pijn zou zijn en dan gewoon zuigen. Ja. Maar het was toch eigenlijk nog wel een langere tijd. Gewoon echt even zo elke keer even weer dat venijnige, dat prikkeldraadgevoel, weet je wel? Als je arm zo... Ah, ja, ja. Dat, ja. We hoeven absoluut niet bang te zijn voor de medicinale bloedzuiger. Wat we wel net hebben gezien is dat het een beetje pijnlijk kan zijn in het begin. Wees rustig, haal hem er rustig vanaf, ga er dus niet aan lopen trekken. En als je dat doet, dan hoef je echt niet bang te zijn. Dan moet ik eerlijk zeggen, vind ik het eigenlijk een heel fascinerend dier waar je lekker van moet genieten. Kan je nog zwaaien met die arm? Denk het wel. Laten we het proberen. Ik ga zwaaien als een bloedzuiger. Goed zo, Roy. Dat is een toffe aflevering. Ja, ik vond het ook leuk. Iedere aflevering is toch hartstikke tof? Ja, dat is waar. Nu zag je heel veel bloed. Dat is waar.